Yo, beste kijkers van Hasbrunners. We staan hier vandaag voor een hele grote villa ergens in België, zoals jullie wel kunnen zien. Echt heel groot. En we gaan nu kijken wat er allemaal nog binnen staat. We nemen jullie mee. Ik ben hier samen met Robin. Hoi. Ik ben even met hem op roadtrip door België. Dus we gaan het nu zien. Let's go. We staan er binnen. Okay, we komen hier aan in de garagepoort. Zoals jullie wel kunnen zien. Ik denk dat hier dan twee auto's konden staan, zowat. Twee. Ja, twee garagepoorten. Nou, we beginnen hier. Zoals jullie zien, hier staat nog wat administratie, denk ik. Nee, het is gewoon leeg. 2005. Ja, dit is echt een dikke villa. Robin heeft net al een foto genomen van de voorkant. Dus die krijg je nu zo meteen ook even in beeld. Dit is de keuken. Ja, hier staat niet zoveel in. Er is al een keer brand gesticht, denk ik. Lijkt het ook, ja. Zijn de pitten eruit gehaald? Ja. Ja, dit is weer... Ik snap het ook niet, nee. Er staat een soort... Op zich hebben we hier wel redelijk veel leeg. Wauw. Dit is toch gaaf. Hier heb je twee van die gigantische deuren. En daar ging dan de kamer mee open. Nee. Wauw. Moet je je dan voorstellen dat dit er helemaal vol stond. En dan zaten ze hier gewoon op een avond open haard erbij. Dan had je gigantische ruimte gewoon. Er waren gewoon ook rijke mensen, denk ik. Helemaal zonde dat deze villa helemaal ondergekladderd is. Zou dit een voordeur zijn geweest? Ja, gigantisch slot er ook op. Wauw, die trap, man. Helemaal van hout. Dus we hebben ook nog een bovendieping te exploren. Maar eerst gaan we kijken wat er achter door numero uno is. Oh, niet zoveel. Geen leukje. Nou ja, we gaan jullie zometeen uiteraard de voorkant van de villa ook nog laten zien. Dat is gewoon echt. Ik denk dat dat wel het mooiste is. Wat zit erin? Oh, Elektra. Oh. Okay. Kijk, hier is dan nog een kleine badkamer of iets in die richting. Met een wc. Nou, niet via deze. Vergroot. Het is niet dat je zegt, alles staat er nog in. Maar het is gewoon een super mooi villa qua het houtwerk en hoe groot het is. Dat is gewoon weer een beetje toch wel mooi. Gaan we toch gewoon die grote. Zo.
Mensen, vergeet ook Rome en socials niet te checken. Ik zeg het, ik heb een beschrijving. Lekkage. Ja. Nu hoort het. Een bad die volgens mij goed nieuw is. Nou ja, is geweest. Lijkt het wel op inderdaad. Komt net uit de verpakking. Hier is een badkamer. Oh, kijk. Wat? Alarm. Nieuw? Ja, dat, nee, voor mij niet. Nou, het is wel nieuw geweest, lijkt het. Dit is waarschijnlijk de slaapkamer geweest van de ouders. Waarschijnlijk moest een nieuwe bad hier komen. Oh ja. Ik denk dat het wel goed zou doen. Moest die eruit misschien? Schroeven draaien. Mis. Apart. Dan heb je hier zo'n douche, ja. Een aparte, nou ja. Ja, kan wel, maar. Wauw. Robin. Oh, dit is gaaf, hé. Zo. We zijn wel zichtbaar. Goed zichtbaar. Wat voor de vuur? Komt niet dat die mensen uit hun raam kijken. Ja, special. En we sluiten de deur weer netjes. Oké, dit is wel in zicht. Ook een slaapkamer. Ik weet niet of dit een slaapkamer was. Misschien was dit zoiets. Ja, zoiets. Wel zonde van al die rotzooi. Ja, zit er wel. Ja, dat geloof ik wel. Dat is alleen een wc daar. Achter dit raam. Ja. Oh ja. Denk wel om de vloer, hè? Ja. Wauw. Badkamer 2. Ik tel nu nog minstens 4 badkamers. Als het niet meer is. Zoiets. Ik kan wel goed zien, hier lopen al die kabels doorheen in de muur. Want qua hoe het erin is, oh, ja. Moet veel werk zijn geweest. Wow, joh, dikke kluis. Maat, dikke kluis. Kom. Hier lagen dan gewoon al hun stacks in. Nou ja, als ze die hadden. Als ze die hadden. Nou, die hebben ze wel. Kijk je naar het huis. Ja, dus... Ja, mensen, wat vinden jullie van dit huis? Laat gewoon even achter in reacties. En dan, ik ben echt benieuwd om te lezen. Ik zal, uiteraard antwoorden. Oké, wat hebben we hier, Robin? Ja, wat zou het zijn? Daar is zolder. Ja. Het lijkt ook daar zijn we geslapen. Wat is hier? Hier ook. Er ligt nog gewoon een tasje. Een dikke Nike tasje. Ja. Dit is een stukje wat ik niet helemaal vertrouw. Nou mensen, dan gaan we zo meteen naar de voorkant van de villa filmen. En dan is dit ook weer het einde van deze aflevering. En dan zien we jullie beneden. Yes. Tot zo. Tot zo.
Au. Holy damn. Wat de achterkant, holy shit. Yo beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze hele toffe aflevering. We hebben een gigantische villa ontdekt, ergens in België. Ik denk een waarde van 2 miljoen euro, maar dit was wel echt heel gaaf. Misschien weer bij de volgende aflevering. Laters. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please.